Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe GTA 5 Storyline Mode. Ik ben Melvin en oh mijn god jongens, de vorige aflevering is door jullie verbijsterd goed ontvangen, ja. En er waren ook mensen die het wat minder vonden en ik wilde gelijk even een woordje aan wagen. Zo zeg je dat toch op mooi Nederlands, geen flauw idee. Maar wat ik in ieder geval wel even wil zeggen is dat ik het waardeer. Dat mensen gewoon eerlijk zijn van dat ze hier niet op zitten te wachten. En dat begrijp ik ook. Ik ben heel laat met... Dit spel is al door zoveel andere YouTubers gedaan. Maar ik had op het moment dat ik dit spel speelde op de PlayStation 3 geen opname. Oh, fucking kutauto. Ik had op het moment dat ik dit opnam. Of dat ik dit speelde, laat ik zo zeggen, op de PlayStation 3. Geen opnameapparatuur voor een PlayStation 3. Heb ik nog steeds niet, maar ja. Dan kan ik dat niet opnemen. Toen het spel op de computer uitkwam, had ik vlak dat voor mijn examens. Dus ja, dan kan ik moeilijk echt een heleboel tijd gaan steken in een nieuwe serie. Want ik steek een boel tijd, jongen. In zo'n video. Dat zal misschien niet heel erg opvallen. Sommige mensen ook wel, maar ik ben lang bezig hiermee. Ja, dat wou ik gewoon even kwijt. En nu wil ik gewoon dit spel wel gaan uitspelen. Althans, proberen. Zolang jullie het leuk vinden en zolang ik er plezier in heb. Het is een heel lange serie, dat weet ik. Maar we gaan er gewoon voor, ja. En ik hoop dat jullie hier een heleboel van gaan genieten. En druk op de blauwe duimpje omhoog. We hadden de vorige aflevering gewoon meer dan 1000 op dit moment. Dat is superveel. En moeten we met hem meelopen? Ja, we moeten met hem meelopen. Oké, laten we dat maar even doen. Hupsakee, ik klim hier even overheen. Ik wist hoe ik moest klimmen, maar ja, YOLO. En ik zou in first person mode gaan spelen, ja. Heleboel mensen leek dat wel leuk. Om het af te wisselen. Dus, what the fuck? Wat schreeuw je nou dan? Oh, damn, joh. Zo, jongen. Hij is ook echt helemaal boos, joh. Godsamme. Simo Gloop, joh. Hij heeft swag. Echt waar. Wat is dit nou weer? Man, why I gotta have a lazy ass homie like your motherfucking ass? Oké, ik heb geen flauw idee waar we allemaal over praten. Laten we in ieder geval nog gewoon verder sjouwen of verder rennen. Ik weet niet wat die moeten doen. Ja, we houden het smooth. Oké, goed. Ja, hij dan. Oh, kijk je! Oh, twee poesjes! Oh, mijn god, joh! Hamar, rouw je bek. Of Lamar, Lamar, weet ik veel. Check deze katjes. Oh, mijn god, joh. Oh, sorry, kat! Oh mijn god, ik drukte hem weg. Oké. Maar ja, waar moeten we heen? Oh, we moeten garages doorzoeken. Oké. Wat hebben we hier allemaal? Open maar zo'n ding even. Als je dat wilt doen. Ja, kijk. Wat hebben we hierin? What the fuck? Wat moeten we nou hierin vinden dan? Ik kan me niet herinneren wat we hierin moeten vinden. Het is al zo lang geleden dat ik dit spel heb uitgespeeld. Oké. Waarom zijn al die fucking garages leeg? Oh, wauw. Ga ik nog serieus de twee kleine garages eerst openen, terwijl hier een garage staat die echt gigantisch groot is? Of course staat hier natuurlijk hetgene... Oh, niet. What the fuck? Hola, amigos. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man. Yeah? Oké. Oh, fucking hell. Oh, fuck. Oké, we pakken dat wapen maar voor en dan moeten wij naar dat wapen gaan. Oké, hier. Man, neem een kogel. In je hoofd. Oh, damn. Headshot, bitch. Jou ook een headshot. Hier. Bam, jongen. Jou ook een headshot. Ik ben echt goed met mijn handpistool, hoor. Moet je kijken, joh. Ik geef die mensen gewoon... Ha! Zag hem vallen. Die gek, jongen. Nou ja, dit is echt mooi. Oké. We moeten hier gaan... Oh, joh, wat sta jij dan nou blind te schieten dan? Oh, een shotgun. Oh, awesome. Die kan ik ook wel even gebruiken. Jongens, YOLO! Gewoon fucking hier, ga dood. Ga ook dood. Ga ook dood. Ik moet niet de kok in gaan spelen. Oké, dit gaat iets te verkeerd. What the fuck? Rijdt hij serieus nou? Oh nee, niet. Ik dacht even dat hij een vriend aanreed. Maar yeah, jongen. We gaan lekker. En wat sta je op mijn hamar te schieten, jongen? Oh, daar staat iemand. Hier, neem een kogel, joh. En jij ook nog. Hier. Ga dood, jij. Ga dood. Oh, hij is al dood. Oké, YOLO. Nou ja, we hebben in ieder geval deze man dood gekregen in zijn auto. Zie hem zitten dan. Vaag figuur. Nou ja, we moeten in ieder geval maar verder rennen. En we pakken gewoon onze Bullet GT, ja. Zullen we dat gewoon doen? We gaan het gewoon doen. Oké. Klim hier overheen. Fucking awesome. Yeah, man. Dan pakken we dit waggie weer. Dit fucking snelle waggie. En dan gaan we even in third person rijden. Ja, ik ga rijden. Ik kan fucking goed rijden. Geloof mij maar, Hammer. Kom op. En dan gaan we kijken waar we naartoe moeten. Oh, jongen, die gozer is een
Holy shit. Oké, okay, nou, we gaan er in ieder geval achteraan. En trouwens, de vorige aflevering had ik helemaal niet in de gaten. En het spijt me ook zeer. Had ik af en toe frame drops. Ik heb dat nu gefixt. Ik heb even getest met het opnameprogramma dat ik nu gebruik. En ik heb nu gewoon een stabiele 30 fps. En dan zal je al afvragen, Melvin, waarom 30 geen 60? Mijn harde schijf kan 60 fps niet aan. Nee, want dan moet hij zoveel fucking veel schrijven. En de programma's die ik gebruik kunnen dat niet aan. Ja, ik kan met OBS gaan opnemen, maar dat is allemaal niet zo interessant voor jullie. Ik houd in ieder geval eerst op 30 fps, ja. Laten we in ieder geval achter die blauwe wagen aangaan. Of in ieder geval een blauwe stipje op de minimap. En dan, holy fuck, holy shit. Oh, damn. Waar is die auto? Oh, daar, die motor. Serieus, moeten we achter die motor aan? Oh, fuck, waar gaat die motor... Oh, fuck, wat ga jij doen, man? Waar gaat die man heen? Jongen, die man die rijdt door. Shitzooi. Oké. Oh, wie plaatst hier nou een boom neer? Fuck die bal. Nou ja, we rijden in ieder geval achter hem aan. Crossen, dit kan jij, Franklin. Yeah! One shot, one kill, fucking bitch. Yo, is goed. Ik zie jou zo meteen aan, maar we pakken in ieder geval dit ding. Oh yeah, jongens. Check dit even. Daar gaan we, jongens. Ik ga even hier in first person op zitten. Oh, damn. Fucking awesome motortje. Heerlijk, heerlijk. Nou ja, ik ga in ieder geval naar die car wash en dan zie ik jullie daar wel. Nou mensen, ik ben aangekomen bij de car wash. Oh, wow, jee, jee. Waar moet ik hem parkeren? Oh, moeten we er doorheen? Of niet? Oh nee. Hij staat daar. Wat moeten we doen? Oh, afstappen. Oké. Okay. Yep. That's that Apache blood in me, homie. You lucky I ain't a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. You can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, oh. We ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Oh, okay. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Serieus, jat hij nou gewoon serieus even dat waggie ding? Okay, nou ja. Oh, mission passed! Oh, dat had ik niet eens in de gaten. Oké, okay, we hebben hem niet in de tijd gehaald, maar headshots hebben we wel. Oh, damn. Accuracy. Ja, jongens, kijk. Dit is goede shit. Oké. Okay. Pak in ieder geval dit wachtje even en dan... Wouden jullie ook wel wat freeromen van mij zien? Ja, nou, op het moment heb ik niet heel veel kogels. Dat is het jammer. Maar omdat ik 500.000 doekoe heb, jawel, dat komt omdat ik dit spel had gepreorderd. Kan ik gewoon even naar de ammunition range gaan? Dat is hier, dit ding. Ammunition Gun Club Center, weet ik veel. En gaan we gewoon even hier wat dingetjes kopen, jongens. Hupsakee. Gaan we hier even uitstappen. En dan hebben we hier een fucking awesome winkeltje waar wij even onze wapens kunnen kopen. Ja. Goedendag, meneer. Hoe gaat het met u? Heeft u wat wapens voor mij? Eens kijken wat u allemaal heeft. Oh, fuck. Er is een heleboel out of stock. Oh, we kunnen wel gewoon even een AK kopen. Die kopen we gewoon. Oké, okay, extended clipje erop. We hebben toch doekjes om te leggen, uitgeven, jongen. Hupsakee. Yeah. Gewoon fucking veel erop gooien, hoor. YOLO. Ik maak hem ook gewoon gelijk goud. Vink mooi. We hebben gewoon goud. Zo. Serieus? Kan je een hamer kopen? Een bottle? Wat? En wat de heck? Een SNS-pistool? Wat is een SNS-pistool? Oké, jongens. Er zijn allemaal nieuwe wapens. Ik ken de helft niet, joh. Oké, nou ja. We hebben in ieder geval even wat dingen gekocht. Dankjewel, lieve tallige man. Laten we ook nog maar even wat armen kopen. En dan gaan we hier weer verder. Yeah, jongens. We zijn even helemaal klaar voor een vuurgevecht. Moet je kijken wat ik allemaal heb gekocht. Jongens, hier. Een gouden fucking AK met een scope. Wie wil dat nou niet, jongens? Ik vind die scope trouwens fucking lelijk. Wacht even. Ja, jongens. Kijk. Nu heb ik een AK zonder scope. Dit is toch fucking... awesome. Ik heb er zelfs een flashlight op. Geen flauw idee wat ik daarmee kan gaan doen. We gaan in ieder geval terug in ons waggie. En dan kunnen we wel gewoon even een nieuwe missie gaan doen. Ja, holy damn. We hebben nu echt kogels om het leven. We hebben een auto die fucking snel is. Als we nou gewoon even hier rechts gaan een missietje van Simeon doen. Dan is het misschien later deze aflevering nog wel even leuk om wat te gaan freeromen. En gewoon even wat mensen eraan rijden. Want ja, jullie willen gewoon zien dat ik mensen vermoord. Nou, dat is ook logisch in het spel. Maar oké. Okay. En waarom is die dicht? Simeon, waar ben jij? Waarom is die dicht? Dicht, jongen. What the fuck? Oké, laten we dan hier omhoog lopen. Dan denk ik dat we hier erin kunnen. Denk ik. Simeon? Simeon? What the fuck, man? Oh, daar. Oké. Wat is dit nou weer? That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? What the fuck? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Okay. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Huh? Sure. Just go and get it. The house is on
Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Yeah. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Okay, doen we gewoon voor jou. Car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. Ja, daar gaan we so voor. Good to see you, my boy. Ja, fuck off. Later, jongen. Back dicht. Okay, we moeten helemaal daar naartoe. We pakken gewoon weer onze auto. Voor mij staat hier aan de zijkant had ik hem geparkeerd. Of ja, geparkeerd. Gewoon, gewoon random neergezet. YOLO. Gaan we hier in ieder geval mee naar dat huis toe. Het is meer dan 1 mijl rijden. Dus ja, dat doen we gewoon even. Oké, even zo achteruit rijden en dan... Oh jongen, dit autootje is zo zalig om mee te rijden, jongens. Het is niet de snelste auto, maar hij is wel gewoon fucking vet. Ja, ik ben hier echt blij mee. Dus we rijden daar gewoon even naartoe. En dan hoop ik dat we daar even wat kunnen gaan meemaken. Ja, dus ik zie jullie daar allemaal. Ja, gezellig. Leuk. Oh joh, ik zit nog niet eens een minuut langer in de auto dan ik dat tegen jullie zei en ik word gebeld. When I discover that you betray me, perhaps. What? I hear you took the bike for yourself, my employee what? Of the month. Listen man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Lamar die heeft het gestolen. Sure. You will get this car off the daddy's boy and then we talk. Die Lamar jongen. They have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Okay. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Wow. Fucking die Lamar jongen, de vriendennaaier. Dikke vriendennaaier. Oh fuck, kut auto. Nou ja, we zijn in ieder geval hier bij het huis van... Dit was ook zo, ja. Dit is het huis van, hoe heet die lieftallige man ook alweer? Oh god, ik weet het even niet meer. Ik weet... Michael, ja! Dit is het huis van Michael en hier moeten we nu inkomen. Alleen, hoe? Waar de fuck moeten we hier erin? Nou ja, we gaan wel even omlopen. Misschien vinden we daar al even een gang. Kunnen we ondertussen deze man even neerslaan? Fuck jou. Ja, moet je daar maar niet staan. Dat is eigen probleem. En... Is dat nou het schaduw van een vliegtuig? Wow! Oh, dat was fucking awesome. Ik weet niet waarom, maar ik zag die schaduw. Ik dacht van, dat is een fucking vliegtuig. Wat is dat nou weer voor kans dan? Voor mij is die kans zo klein dat je het schaduw ziet van een... Wat doe ik nou weer? Waarom viel ik daar? Oké, okay, nou kunnen we hier overheen klimmen? Nee. Waar de fuck moeten we hier erin? Hier misschien? Ja, hè. Oké, okay, control. Druk op control. Dan gaan we stealth mode. Laten we maar eens even kijken waar we er hier precies in kunnen. We zijn in ieder geval hier op het volleybalveld. Volleybalveld, wauw. Tennisveld. Godsamme, dat kwam er zo soepel uit. Nee, we zijn op het tennisveld en we moeten hier in dit huis gaan komen. En ze hebben hier zelfs een fontein, joh. Jezus, hé. En check dat vliegtuig daar. Holy shit. Vliegt trouwens wel fucking vaag. Dom vliegtuig. Nee, we komen in ieder geval zelf wel naar binnen. Hoop ik. Als we er bijna zijn. Oké, okay. Ik denk dat we er bijna zijn. Dit schiet echt niet op. Jezus, man. Oh, we moeten hier zo op... Oh, op een auto springen. Ik zie hem. Op een auto. Kijk. En dan drukken we... Oh, wauw. Ik dacht dat we dat konden halen, maar nee. Oké, okay, we springen op deze auto. En dan springen we er weer af. Godsamme. Spring gewoon. Hé, fucking Franklin. Oké, okay, dan gaan we hier naar binnen toe. Echt gewoon YOLO, what the fuck? Ik heb geen flauw idee, jongens. Holy shit. Oh my god. Oké, okay, we moeten hier nu de auto jatten. Dit is echt beroerd, jongens. Oh my god. Seriously? My brother is such a homo. A homo. Oké, okay, we moeten hier ergens erin of zo, toch? Waar is hier ook weer die garage van hun? Oh, fuck. Oh, shit, sorry. Oké, okay, we kunnen hier erin. Zien ze ons niet? Ze zien ons niet. Ga je om het hoekje? Yes! Yes! Oké. Okay. Oké, okay, we gaan deze auto nu jatten. Gaan we dit doen? Oké. Okay. Oh, damn. Oké, okay, dat ze dit niet horen. Hoe de fuck horen ze dat niet? Zijn ze fucking doof of zo? Nou ja, we hebben in ieder geval dit wachtje gestolen, jongens. We moeten proberen geen deukje erin te krijgen. Oké, okay, en we bellen Simeon. Oké, okay. Awesome. Nou, bel Simeon maar even. Hey jongen. Jij jongen. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Yep. Oké. Okay. Nou, we hebben in ieder geval. Ik mag geen crashje op die auto hebben, ja fucking kut man. That's a 9mm semi-automatic. Huh? Pushed against your skull. Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. What? Repo job. Oh, ik weet niet wat dat was. Unlikely, considering my son just got the car.
And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Are you serious, dude? I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? No. A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? No, misschien. Man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Oké, nou dat zien we vanzelf wel. Laten we daar gewoon even naartoe rijden dan. Want fucking, hoe heet hij? Michael zit nu bij ons achter in de kofferbak. Of op gewoon op de achterbank, ook goed. En ja, die heeft ons een beetje aangehouden. Wel heel snel trouwens, want hij stond net nog fucking in de keuken met zijn tenniskleren aan. En nu heeft hij nog meer normale kleren aan. En zit hij bij mij achter op de kofferbank. Hey man, knap hoe hij dat heeft gedaan. Okay. Voor mij is hij Hans Kazan of zo. Maar we zijn hier, we moeten hier naartoe. Of zoiets? Of wat? Oh, hier moeten we staan, oké. Okay. Piep, piep, oké, okay, yeah. That the place? Ja. Yeah, this the place, man. Dat is het. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. Oké. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck. Moeten we nou serieus daar naar binnen rijden? Come on, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Bam, hey, jongen! Shit! No! Holy damn! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Simeon, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. Okay. You motherfucker! Okay! Simeon, jongen, hier, neem wat slagen, jongen. Ik zal je even helemaal in elkaar rammen. Bam, jongen, hier, neem een... Kijk, neem een schop, jongen. Nee, holy shit, jongen, die Simeon, hier. Neem een schop, joh. Neem een schop. Oh mijn god, ik ga dood. Ik ga dood, joh. Wat? Hoe de fuck heb ik daar nou weer dat afjapper? What the fuck? Nou, dat was echt de domste dead die je maar kan bedenken. Oké. Oké, we moeten echt dit veel beter doen, jongens, hier. Gewoon echt een linker en een rechter en schoppen. Bam, jongen. Ja, jongen. Ik kan jou gewoon neerslaan. Ik weet niet wat mij net bezielde. Het ging net niet helemaal goed. Oké. Ja, we hebben hem. Yes. Ja, jongen. Oké. Holy damn. I'm telling you something. This thing's gonna need some serious bodywork or it's worth $5,000 a month. Oh, damn. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? Yeah. I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Oh, Schultz. Schultz. Don't make me have to come back here. Nee, want dan ga je dood. Dan ga je fucking dood. Oké, jongens, Michael. Fucking Michael. Nu kunnen we met hem spelen. Check dit, we zijn nu gewoon Michael, jongens. Yeah! Michael! Fucking awesome man dat je bent. Oké, we zijn nu weer iemand anders. En dat is super fucking awesome. Oké, wat hebben we allemaal gehaald? Checkpoint niet, can't touch this. Dirty nap, oké, ging niet zo lekker. Boeien, YOLO! Wat gaan we nu in ieder geval doen? We hebben nu Michael, we kunnen nu dus van personage wisselen. En dat gaat voor mij via Alt, ja kijk. Kijk eens aan, jongens. Daar hebben we elkaar. Nou ja, we blijven in ieder geval eens wel even Michael. Wat we anders wel even kunnen doen, is met Michael ook naar de winkel gaan. Ja, vind ik een goed idee. Gaan we ook even voor hem wat wapens kopen. Nou, laten we maar gewoon dit wapentje pakken. Deze is gratis. Hij heeft namelijk niet zoveel geld als zo heet. Dus we kopen hier gewoon even wat ammunitie voor. En wat voor kleur? Zullen we gewoon roze doen? Gewoon roze. Oké, jongen, jij hebt een roze wapen gekregen van mij. Misschien is er nog wat meer trouwens, maar ik vind het wel best zo. Zo jongens, ik heb even voor onze lieftallige man even flink wat wapens gekocht. Hij had maar 7000 om te investeren en ik heb nu nog voor mij maar 5000 over of zo. Maar we gaan zo even kijken naar zijn prachtige wapens, want ze zijn roze. Ja, ik heb ze roze gemaakt. Ik dacht gewoon, YOLO, water, polo, doen we gewoon even. Wat wij in ieder geval kunnen gaan doen is even met Michael een missietje. Ja, we gaan gewoon met Michael rijden. En hallo man, jij ziet er zo erg leuk uit dat ik jou een kogel in je kogel geven. He, bam, bam, bam. Ja! Hit, jongen. Fuck jou, hier. En de... Wat gebeurde daar? Dat was zo vaag.
Jongen, het leek alsof die man een schans was of zo. En oké, die wagen wil ik. Au, dat deed pijn, maar check die wagen. Die Banshee. Nee, man, ik wil die Banshee. Ik wil deze auto. Nee, rot op, ik haal je eruit. Mijn auto. Oké, gassen. Michael, gassen. Kom op, ja. Ja. Oké, we gaan hier rechts. De politie mag me niet vinden namelijk. Oké, ik weet niet waar ik langs ga. Dit is echt de meest vage route om met een auto te rijden. Oh, maar het werkt. Het werkt een stuk beter dan ik had verwacht. Oké, zit ik hier nu vast? Serieus, kan ik hier nergens heen? Is dit serieus iets waar ik nergens naartoe kan? Oh, hier is een ladder. Of trap, ook goed. Oké, laten we daar naar beneden gaan. En dan hebben we gewoon even de politie ontweken, ja? Vond ik best wel knap van mezelf. Oké, laten we dit doen. Weehoe! Zo jongens, hebben wij in ieder geval nu een snel wachtje. En dan ga ik nu naar Michael's missie toe. Dus tot daar. Kijk eens aan jongens, toen waren we aangekomen bij Michael's Paradise. Ja, dit is Michael Cephalos, dat weet ik allemaal wel. Kutspel, rot toch op. Nou jongens, daar zijn we dan. Laten we maar even dit missietje gaan doen. Bam! Yeah, awesome, we zijn thuis. It's good to be back home. En trouwens, Michael heeft echt een hele vage zoon. Ik denk dat velen van jullie dat wel weten, maar ik wou het toch even vertellen. Die gozer is vaag. En ja, zijn moeder ook. Of zijn dochter. Zo schreeuwen naar elkaar. Nee, ik ga gewoon lekker buiten zitten met een drankje op. Heerlijk. Genieten jongens, dit is toch het leven. Als je zo kan lijden, leven. Hier, dikke sigaar in de bek. Whiskietje erbij. Vrouwen die schreeuwen op de achtergrond. Wat wil een man nog meer? Daar zitten we dan. Yeah. Heerlijk gevoel jongens. Awesome. Het spel ziet er ook zo ontzettend goed uit, hè. En hey, Son. Hallo, Son. En Michael! Of Michael, ik bedoel Franklin. Wat doet hij hier? Met zijn baard. Man, I come by for that drink you offered, that's all. Oh. I wasn't really serious about that. Nou, toch wel. You're here, whatever. Sit. Yeah. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. Yep. You call it whatever you want to call it. I really don't care. Nee. Nou, gaat er wat zeggen? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look. Yeah. I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. Yeah, yeah. It makes me the right age. Bank en overval. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. Yeah, yeah. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. Yeah, yeah. Slim man. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? What? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. Yep. Who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Damn. Jesus, man. You a good time, you know that? Yeah, jongen. I tell you what. Oh, nu komt het. Least I can do is buy you that beer. Okay. It's a bar I like. It's not too far from here. Gezellig. Let's go. Alright, man. Gezellig. Laten we lekker even met Franklin een biertje nemen. Oké, ook goed. Hey, Jimmy. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad! Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! Serieus? What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need what? Money. And they don't want to buy it. They just want to take it. Wow. You're insane! Wow! All right, I'm coming for my boat. Wow! Alrighty then. Change of plans.
My darling boy is in trouble. I do what I can to help with that, man. Wat een slimme zoon hebben wij, echt waar. In ieder geval mensen, dat gaan we de volgende aflevering bekijken. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze aflevering. Zo ja, druk dan zeker op dat blauw duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie gewoon hiervan genieten, ondanks dat het al zo vaak is gedaan. Laat een reactie achter, abonneer, reageer, dat zei ik net al. En dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie en het is... Doei mensen!